er zeker een verschil in opwarmtijd zit tussen deze stations. Dit is niet altijd belangrijk. Voor sommige mensen maakt het helemaal niks uit. Wanneer je hobbymatig bezig bent met desolderen, zal het ook niet echt uitmaken of je een paar minuten moet wachten tot het station opgewarmd is. Maar wanneer je professioneel gebruik maakt van deze stations, wil je eigenlijk geen tijd verspillen met wachten tot het opgewarmd is. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen letten op een station of een station kunnen aanschaffen wat een zeer korte opwarmtijd heeft, waardoor je hem eigenlijk gelijk na het wegzetten van de tool ook bijna weer gelijk kan gebruiken. De tweede test die